staan nu met Rodcat Gaming. Jongens, stel even voor de kijkers. Ik ben dus Dries, Sisita. En dit is dus Yannick Duncan. En ja, spelers van Rodcat dus, hè. Hoe simpel is het? Ja, jullie liggen er inmiddels uit. Jullie hebben in de halve finale verloren van Fnatic. Maar even terugspoelen de competitie. Hoe ging het? Gewoon ja, naar de halve finale toe. Van onze eerste map zijn we heel blij. Omdat ja, alle Nederlandse teams hadden het echt moeilijk met Confis. En ja, bij ons ging het echt heel vlotjes. En alles ging ja, zoals het moest lopen eigenlijk. En dan was het complexity, dat was een heel andere zaak. Duidelijk ja, een getraind team en geen kans gewoon. En ja, dat was gewoon een afslachting. En ja, het begrip hadden we meer van verwacht. Want we dachten dat het begrip de sterkste tegenstander ging zijn. Maar ja, dat is goed meegevallen. Normaal gezien hadden we een win verwacht. Omdat we zodanig hard voorstonden en veel rondes hebben weggegeven. Maar ja, uiteindelijk is het toch nog goed verlopen. Hè? En door de rondes erdoor. Dus super, hè? Ja, zeker. Kan jij iets meer vertellen over de wedstrijd tegen Fnatic? Fnatic is een niveautje te hoog. Toch op dit moment. Onze ervaring is nog niet genoeg. Nog niet grote events genoeg gedaan. Ja, we moeten nog veel leren op dat gebied. Toch een paar rondes kunnen pakken op de eerste map, waar we wel heel blij bij zijn. Wat we er nog meer kunnen nemen, wat ons ook wel verraste, dat het eigenlijk nog vrij vlot ging. Wat een 16-1, 16-2 verwacht op twee maps, eerlijk gezegd. Dus we waren wel nog vrij blij. Dat was een verrassing. Dreamhack, wat vinden jullie ervan? Hebben jullie het naast het spelen ook gewoon lekker naar je zin? Het event zelf is prachtig. En ja, de Zweedse meisjes hier zijn hier echt fantastisch. Echt zoveel, echt van iedereen. Zoveel moois dat hier rondloopt. Ja. Het is ongelooflijk. Dus deze avond gaan we goed feesten en hopelijk komen we iets tegen. Hè. Ja, de meisjes hier zijn... kom je niet tegen in België of Nederland, man. Dat is onmogelijk. Gelijk waar je kijkt, overal meisjes. Mooie meisjes. Blond. Maar buiten de meisjes, het event is echt ook wel heel chic. Overal mooie standjes en shit. En showmatches, het is echt fantastisch. Je kunt ook goed kijken naar de teams, hoe ze spelen. Het is gewoon ja, fantastisch. Ja. Ben je ook te spreken over hoe de competitie is geregeld? Want ik hoorde ik al commentaar eigenlijk dat het op zich het evenement netjes is, maar de competitie af en toe gewoon ja, wel een beetje slordig geregeld is. Het enige voor ons dan, voor CS dan, dat ik weet, het slordige is Windows 7, want je kunt verschillende aanpassingen niet doen en dat stoorde ons wel. Wat al de teams natuurlijk meemaken, behalve met een goede maas. Maar ja, voor de rest, alles is mooi op tijd. Dat is wel goed geregeld, het is gewoon, ja, Windows 7 is niet zo compatibel met CS, zeg maar. Nee. Dat was wel een probleem. Oké, okay, nou, hebben jullie nog een shout-out naar het thuispubliek of... Ja, vooral uw gaming gear, www.rodcat.be natuurlijk. En ik heb veel mooie comments gelezen op BE-scène ook. Dankjewel daarvoor. En ja, ik hoop dat we jullie niet hebben teleurgesteld. We zijn uiteindelijk toch doorgeraakt uit een vrij moeilijke pool. Dus ja. Ik ben vooral blij voor dat er geen negatieve comments zijn. Overal dat een beetje gelezen hebben. Dat mensen toch appreciëren dat we ons best doen. En ik hoop dat het alleen beter wordt. En bedankt voor de support. Oké, jongens, nou, gefeliciteerd met hoe jullie hebben gespeeld en dankjewel voor het interview. Dankjewel en u ook bedankt voor het interview. Graag gedaan.